Gezellig. Dat is al je keuszaken. Oh jongens, dat is nou moeilijk, Jan. Wist dat nou gewoon zelf of kist dat lezen? Dat weet ik, omdat 20, dat is een... Goedemorgen, een nieuwe dag. Een nieuwe vlag. Een nieuwe vlag. Goed, op de planning. Nou, zaken mat haast wel een squallen, jongen, hè. En wie mat eigenlijk nog even om een nieuwe squalletas en een nieuwe beker en een nieuwe tromke. Dus daar zijn we even zien. Wie mogen nog even een poster ophingen. En wie mag ik nog even wat orenposters opzingen. Dus we doen even een roentje posters. En dan zullen we even zien of we een mooie tronkenspel vinden kunnen. Ja! Dat is de jongens onvriend. Ja. Het is helaas weer een beetje kakwaar. Ba. En dan is ik zo die met mijn auto blok. Ja, want zaken wil je met chillen. We gaan weer wat iets onder het stof. Wij halen die stier op. Waar stier dan? In Tunhuske of op zolder? In Tunhuske onder het stof. Maar we gaan hem weer opvondelen. Dus ik let je hem nog even. Het bloot nog even een verrassing wat het is. Maar zaken let je hem sasje. Dus volg je hem eens. Druk even op abonneren, jongens. En jou eens even een like. Dank. Paraplu mij. Heel veel impact. Maar wie kent het Jerk Leusje? Let maar eens een zaken. Wat hebben we juist te voet? Ja. Toen zaken in je werden, hier wat kregen van de Vreunengroep. Een Mercedes-autoke. Nou, die had een heel skoft onder het staf. Toen ging ik vanwege de verbouwerij en we denken rond te voor. Maar wie hebben we voel je? Ik had de accu weer even opladen. En we zijn dus misschien ook wel leuk voor Famke en Lois. Nou, en zaken vindt dus zelf ook nog wel leuk. Dus, die gaan we weer onder het stof uit toveren. Een slipst helemaal, hé. Hey. Omdat het is hier zo zonder, hè? Omdat ik dus steeds aan. Oh, en dan slipt er het zon heen, hè? Ja. Cool. Je wordt wel niet. Hallo. Wat hingen ze door de mall? Hey. Radio in. Ja, dat doet net meer, denk ik, hè? Nee. Lekker rustig. Dan heb ik nog een beetje muziek. Ja, iets misschien wat er wel naar je accu in. Dat het dan weer beter doet. Ik kwam van de morgen op Facebook nog een herinneringtje. En zaak is steeds maar ongeveer, die is van september en Ildo is van november. Dus die krijgt wat ouders hebben dat Ildo nou weer, maar die rond al. Dus zaken weer heel beteerd, hè, zaken. De rom uit zien je maand al. Het staat heel iets mandje. Ik heb wel eens een vind ik en ik zet even hem op ziek. Hey! Doet er het weer! Disco! Ja. Party! En head first. Kabam! Yes! Ah, dat vind ik toch wel grappig om bij rond te zien. Dan had ze helemaal net in de gaten hoe liet ze het hier toen nog eigenlijk weer. Dan zei iedereen dat zelf al, maar dat is juist zelf net, zeg maar. Maar dat klopt, het weer een soort van Ildo die erom. Nou, dat is toch wel gek, een baby die erin. Ik kan wel vertellen dat het net heel handig weer, want zaken die rond is voor ik hurt, zeg maar. Dus dan weer hem altijd kwiet en dan weer er weer om een hoeken. Nou, en die energie had er nog steeds, dat je hem zorgen. Dit is iets lomer, relaxter. Hallo, Chicky. Schatje. Het regent, de pannetjes worden nat. Wat? Oh, het miezert, de pannetjes worden nat. Waaah. Jij hebt een wafel meer? Gezellig. Mooi waar, is zeker?
Wie ben klets? Klets, kledder, klets. Nou ja, we gaan op naar Kalmer Zweeg. A few moments. Nou, hier in Kalmer Zweeg zit een heel leuk winkeltje. Maar het is eigenlijk een showroom vanuit een webshop. Maar mijn leuke tassen en bekers en spul. Ik heb een contacthoorn, die is iepen. En we maken er een poster op hangen. Dus twee vliegen in één klap. Goedemorgen. Nou, goeiemorgen. Wat hebben we mooi waar in het zag, net? Nee, potverdorie. Gitsie, derry. Mooi dat we hier een poster op hingen mochten. Super. En wie moet eigenlijk van zaken even een naaie tas en een tromke en een beker hebben? Die hangt net zaken. Nee, ik zag dit. Dat is je net. Heel. Dat is al je keuszaken. Oh, ja. Oh, jongens. Dat is lekker goed. Oeh, glitters. Gossie, gossie. Dat is nog moeilijk, jong. Hé, dit was het vroeger al een keer gewoon, hé. Ja. Die vind ik nog steeds mooi, trouwens. Ja, ja, die hebben we. En je bent ook meer op theaterles geweest, hè? Ja. Ja, dan is Scottje Lien. Hebben die vlag al weer omgezet? Ja. Ja. En die iemand wat goed? Ja. Zeker, zeker. Nou, zeker. Wat vies leuk. Hoe zit ik het voor te kiezen? Ik zeg, wat vies al je leuk? Of zie je even een peren, dan kiezen we dan... Nee, we hebben eerst een tas uit zie je. Dat kan ik. Je stek van een webje. Ja, maar is van zaken. Eerst een tas. Eerst een tas? Maar wat vies leuk? Ik vind sokken haaientas, een hartstikke schoon. Ja, ik vaar in het laagje. Haaientas? Ja, maar echt een haai erop? Daar rek van. Pak maar eens in je verre. Een haaientas, dat jij wel stoer. Dit vind ik ook altijd hele stoere tas, maar ik ben net wat zaken dat je ziet. Ja? Is het regen? We wegen regen, hoe zie ik dat? Ach hé, dat is een storm. Doe haast even helpen. Ja. Dit is het worden. En dan maar op een rij. Let maar misschien. Hoe zit dat? Ja, mooie grote meisje. Wow. Nou, zeg eens, toen won ik erop draaien. Nou, maar we nog een beker en een tromke. Ja. Nou, ik wil dat trek een tromke en een beker uit zacht is. Let zien. Dino's? Ik maak niet helpen. Supermooi. Ja. Nou, breng me naar de kassa. En welke is van Ildo leuk? Is toen daar mij helpen? Want ik vind dat het Jemma zo volle mooi is. Maar de panda? Ja. En zit er ook een tronken bij? Ja. Dat is wel handig. Er zit er wel meer in. Oh, er zit drie. Oh, dat is wel handig. Mm-hmm. Nou, vind ik wel leuk. Of deze, die vind ik nog wel leuk. Mm-hmm. Die is lekker iets zacht, hè? Ja. Keuzes. Zaken, kom eens. De unicorn. En had seks een bakje, hetzelfde als die? Ja. Wie ben? Tje, wat erbij zit. Och, wat handig. Van heel de wijk. Ja, doen we die? Ja. Yes. Oh, prachtig. Ja. Lik het babytje wel op Ildo, mijn hierban al mee? Ja, maar dat zie je wel hoor. Dat ze maar haar eigen nek altijd heeft. Heer mooi? Ja. Zo. Dit is lekker in de zomer. Oh. Ja, kom erin. Dubbele functie, hè. Een zaak met zusje. Toppies! Heb je nog heel leuke popjes? Ik zeg ze wel leuk voor Ildo. Oh, ach, wat leuk. Popjes? Ja. Rek popjes maar uit zijn brand vandaan. Hoe mooi is dat? Dat pak die pet. Zal die pet gaan, hè? Pak de pet. Ja. Pak. Ja. Leuk. Dat die er ook nog bij. Nou, dan gaan we naar de kassa, jongen. Dan, kassa! Met Ildo aan een lekkere badge. Doei, doei. Hey, doei. Gaan we het postertjes op hier en daar. Zaken, kalletas, trokken, beker. Mooi rij. Nou, zaken, het ligt hier wel feest. Zullen we eens even wat al in? Wie Ildo? Oh, waar is de hierbandje? Zit een hierbandje bij, toch? We hebben een gymsuitje. Leuk, hè? Ja, gymsuitje. Een mini-popke van Ildo. We hebben een gymsuitje erbij die. Oh, maar dat ziet er hartstikke leuk uit om u te pakken, zaken. Dit is echt voor u, ja. Ja? Ja. Nou, zullen we het even. Wat zit er? Wat wil hierin zitten? De memmer? Nee, ik weet het niet. Ik ga net zien wat erin zit. Dat is een verrassing. Oh ja. Mem is zelf ook nog wat leuks. Je kan mooi met haar sintjes zien en met haar telefoon. Ja. Tja. Ja. Mm-hmm. Leuk, toch? Het is een gauw, maar de kleur is wit. Wat zit hier allemaal? Tjena, er zit een mini-dino. Oh. En bij Ildo is. Hier zit een unicorn op. Mami. Oh. Zie je dat? Ja. Oh, dat is een voedingbad. Oh ja, Ildo, beter. Ja, het is toch een unicorn. Zie
ligt een kiefje tussen de panda en de unicorn. En dit is wel handig, want het is een stekkie. En dan zit hier een tronk in. Oh, mensen, ik zal nog. Zit hier een tronk in? Ik heb nog een scheiding, denk je? Ja, die heb ik. En nog een tronk. Oké, wat doe ik haar? Zaken hier niks aan dobbelen, hè? Ja. En dit is voor? Zaken. En zie je, dit is mijn Linux. En dit is ik. Ja, die is dus echt aan dobbelen, hè? En dit is wel het leukste. Want ik ga er eggbestek in. Vet handig. Oh. En een beker erbij, hè? Als je hem tutsje. Ja. Doe eens net door de kop te doen. Want zaak is een orenbeker, die stinkt er stikken in, hè? Ja. Heel dat probleem. En doe eens net door de kop te doen. Hallo. Ja, wat goed. Oh. Er staat op, born to be wild. Nou, dat klopt wel. Wat is het? Geboren om lekker wild te doen. Nou, dat is het wel. Ja. Dat klopt wel. Ik maak je niet, het is mijn cadeautje. We gaan even klokles oefenen en we hebben hier een klokje in en een spultje. En er is analoog en digitale klok, dus we zullen even zien hoe ver we komen. Ik ga zien dat er verschillende spultjes in mijn drank is, maar we beginnen met het eerste. Dus een beetje watje de weers klokken lezen leren. Even zien, we hadden dus plaatjes met de digitale tiert en analoog tiert. Ik heb van beide vier uitzocht, dus ik kan de rest opronden. En om maar toe aanzien, probeer je om de juiste bij de juiste te hebben. Dus je zet je tieren op en om maar te zien als de goeie daar weer bij krijgt van de oren. Nou, wat voor tiert zit hierop? Kies dat ik lezen. De laatste zit op de? 8, dus dan is het 8 uur. Juist, 8 uur. Dit had mijn 8 uur jongens. Dit. Wist dat nou gewoon zelf of kist dat lezen? Dat weet ik, omdat 20, dat is een 8. Huh? Oké. Nou, sure, zaken, die wist dat. Oké, dat klopt. Maar van de rest weet ik. 8 uur en dan met het jonkje tussen poetsen. Sure, dat gaat eraan naar bed. Zijn de kinderen hierin? Nou, we één compleet. Yay! Ja. Oké. Supergoed, jongen. Hoe laat is het hier? Die is wat moeilijker. Half 1. Klopt, hè? Oké, en wat is de orentiert jelve 1? Kies ik naar het plaatsje en wat doe ik dan tol voor jelve 1? Wat staat erop? Eten. 12 uur 30, dus is jelve 1. Eten? Ja, en krijg een stukje ballen. Dus dat is het. Heel goed zaken. Hoe laat is het hier? 3 uur. 3 uur. En dan is dit een. Verkeerd dat. Wat staat er verkeerd op? 10 uur. Meisjes, wat staat erop? Wat is dit? 15 uur. 15 uur. Als je haast steeds met 12 uur. En dan ben je weer 13, 14, 15. 3 uur. 3 uur. Oh, weet ik wel. Very clear. En dan hebben we de laatste, dat is 10 uur en dat is op het squalplein. Dan krijgen we een koekje en we drinken of het fruit. Ja. Dan gaan we eens even zien. Ah, dat is wel leuk. Ik heb het mooi leren. Was dat een dan? Ja. Ja? Zeker nu nog een keer. Wat is van het eerste hier op? 4 uur. 4 uur. En welke je heb je? Naar stol, dan is het 13, 14, 15, 16. Wat is het? Ja! Dan gaan we naar binnen. Dan gaan we direct uit squallen. Ja, je hebt squallen, je bent ook continu rooster. Je bent ook wat jij doet, maar vroeger ben je hem altijd om die die je doet. Ja! Tien! Half 11 noon. Klopt, 11 noon.
En dan is het? Jongens is deze. 20, 30. Dat is heel van jongens. En dan gaat het op bedje. Anders toen de squall goes, goes we van jeder op bedje. Dan heel van jongen. Hé, hey, is mijn poets. Ja, is die eronder uit. En lessen. Dat is... jouwe vier. Oké, okay, goed, Lies. Is de vier wel een beetje verpiept? Wat wil het dan? Dat weet ik. Wat komt er naar jouwe vier? Jouwe... Zijs? Jouwe zijs. En dan weet ik... Het is jongens. En dan weet ik mis. Trekje, viertje, vijftje, zesje, zandje. Ik weet hem, ik weet hem. Nee, nee. Ik zeg niks goed, Lars. Oké, je bent al even dan. Nou, ik snap dat dat ding was, maar dat is hem net. Sandje nog wat. Sandje 30. Jelde size. Sandje noorden 30. Wauw. Dat is zo'n rode 30. Het is jouw vier, een zandje in oren. Ik denk... Het is mijn favoriete sport, als je kon plaatsen. Ik kom best. Dat maak ik hem wel heel makkelijk, hè? Ik vind het wel een gekke tijd om te voetballen. Wie eet er meestal jouw size oren, hè? Ja. Dit is een beetje aan het voetballen. Nou ja. Ik bedenk zelf het niet. Met mij net. Doe eens even, zet hem eens even op hetzelfde tier dat het nou is. Maar met mij net. Oh, ik mijn net. Ik mijn net dieren. Nou, we hebben wel even mijn netje. Oh, oké. Okay. Kun je toch mooi vertellen hoe laat het is? Ja. Maar dat zit met mij, denk ik. Is het lukt? Let me eens even zien. Rieren. Nou, rond tolhoeren. Dus ik denk tolhoeren. Nee, let me misschien. Zie je nu al van? Ik denk net dat het klopt. Nee, deze. Ja. Oh, hij is verdraaid. Ja. Zie je nu tolven? Zie je nu tolven? Dan hebben we het hier weten, hè, joh. Zie maar eens. We gaan van zaken mooi naar je squallen spul halen. En voor Ilse nog wat leuks van, en van mezelf. En we hadden een heel leuk spultje neer. Over het klaplezen. Ja. En zaken koer het nog beter dan dat ik dacht. Dus voor meer is hier wel klevergroep draaien, zaken. Zaken dan breakdansen. We zullen nog even wat eten. En dan van de middag lekker even in het chill. Hey, ik zou zeggen, voest het een leuke vlog. Abonneer je en zet een blauw tonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, online!